Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. De maand is weer voorbij en dat betekent dat het weer tijd is om mijn favoriete producten te laten zien van november. Ik heb het mandje er net bij gepakt. Het was voor mij ook altijd weer eventjes een verrassing tot ik het mandje nog pak wat er allemaal weer in zat. En ik keek er net in en toen dacht ik, het lijkt eigenlijk veel minder dan ik dacht. Maar goed, desondanks ga ik je toch de producten laten zien die ik van november heel erg fijn vond. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een hand- en nail lotion. Deze is van het Kruidvatmerk. En hier zit keratine in. En deze voedt en versterkt, dus hij voedt je handen en versterkt de nagels door de keratine die erin zit. Ik moet zeggen, ik heb echt hele droge handen. Dit is ook iets wat ik denk ik niet meer ga kunnen oplossen. Want ik was gewoon te veel mijn handen. Ik heb een soort van smetvrees, dus mijn handen die krijgen veel te veel te verduren omdat ze continu in aanraking zijn met water. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een goed product voor mijn handen. Ik moet zeggen dat hij echt wel heel erg fijn is. Hij heeft wel een licht geparfumeerde geur. Maar de geur is wel heel aangenaam. Maar mijn handen voelden er echt wel lekker zacht van. Maar het is wel een product wat je moet blijven smeren. Dus het is niet, als je hem één keer per dag smeert, is het niet voldoende. Je moet echt zodra je handen weer droog worden, blijven smeren. Ik voelde niet echt dat mijn nagels sterker werden met deze lotion. Want ja... Daar had ik zelf gewoon geen ervaring mee dat ik dacht van nou mijn nagels zijn nu super sterk. Maar voor de handen is hij wel echt heel fijn. Je moet hem alleen dus blijven smeren. Wel een aanrader als je echt heel veel wondjes of zo hebt dan is hij wat minder fijn. Omdat hij dan wat prikt. Omdat er toch wat een geurtje aan zit. Voor mijn gevoel zit er dus toch wat parfum in. Dus maar... Ik vond het toch wel een hele fijne hand- en nail lotion. Dan heb ik van Catrice de Hydrator Plump and Fresh Primer. Hier zit aloe vera in. Dit is dus een primer. En deze belooft te hydrateren. Heeft een soort koeling effect. En hij heeft ook een gel textuur. Met een... Hydrated Plump Finish. Nou, ik moet zeggen, daar merkte ik niet heel veel van. Ik merkte ook niet echt heel veel van het verkoelende effect. Maar hij hield mijn make-up eigenlijk wel heel goed op zijn plek. Hij heeft gewoon zo'n openingetje. Ik zal hem een beetje op mijn hand swatchen, zodat je de textuur een beetje kan zien. Hier zit hij. Het is natuurlijk weer licht. Maar hij heeft dus echt wel een gel textuur. Verder niet echt een geur, maar ik vond het op zich wel een hele fijne... primer die mijn make-up eigenlijk goed op zijn plek liet zitten en gewoon heel fijn aanvoelde op mijn huid. Dus daarom vond ik hem wel heel fijn. Ook natuurlijk omdat hij vegan is en hij is ook vrij van microplastic deeltjes, siliconen, minerale oliën en parabenen. En er zit ook geen alcohol in. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Want als je echt een beetje daar gevoelig voor bent, is dat niet zo heel handig. Maar ook zeker voor een droge huid is dit echt een goede aanrader. Dan heb ik een product van Niki. En dit is een metaaldetector glitterlakker. Dit is een 2-in-1 product. Ik heb hem in de kleur 375 ijsfrost. Hij zat in deze verpakking. En dat zijn dus deze twee producten. Je hebt hier allereerst een metallic lakker. Die kun je dus gewoon aanbrengen. Waardoor je dus eigenlijk een soort van metal effect op de lippen zou krijgen. Maar je hebt ook een poeder. En die kun je dus aanbrengen over een lipstick heen. Dus stel je brengt een liquid lipstick aan. Je doet dat van die poeder eroverheen. Krijg je een heel erg leuk effect. Ik was in eerste instantie een beetje sceptisch. Want ik dacht, nou dit wordt vast niks. Vooral toen ik op de verpakking zag dat ze de hele witte lippen hadden. Maar tot mijn verbazing gaf hij eigenlijk wat gouddeeltjes af. Toen ik hem aanbracht op een kleurtje, kreeg ik een beetje een goud effect op mijn lippen. Toen dacht ik, nou dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Zou ook heel leuk zijn met de feestdagen. Dus ja, als je dit opendraait, zeg maar. Dit zijn dan de glitters. Daar dip je een beetje in met een kwastje en dan kun je ze op je lippen aanbrengen. Je voelt ze verder ook niet, want ze drogen verder ook wel in. Je voelt ze niet heel erg zitten, dus dat vond ik gewoon echt super leuk.
De metal lakker, ja, die geeft gewoon, ik kan hem even swatchen, maar ik weet niet of jullie daar heel veel van gaan zien. De glitters kan ik niet swatchen. Zien jullie dat? Volgens mij niet, hè? Nee, je ziet het niet echt, maar die geeft dus meer een metaal effect, zeg maar. Metal effect. En ja, ik vond het op zich toch wel heel erg leuk, omdat ik toch had verwacht dat het minder succesvol zou zijn. Maar ik was er toch wel heel tevreden over. Dus het was een heel leuk setje. Dan heb ik van Essence een 24 Hour Ink Liner, Intense Black. Het is dus een eyeliner, dat is deze. Wat ik al heel tof vond, is dat hij een heel fijn handgripje heeft. Dit stukje voelt heel fijn aan om mee vast te houden. Heeft een hele fijne punt ook. En ja, deze kun je gewoon, kijk, aanbrengen. En hij is gewoon lekker intens zwart. Hij blijft heel goed op zijn plek zitten. Loopt verder ook niet echt uit. Hij is lekker donker van kleur. Dus ja, dat vond ik gewoon echt super tof. Dus ja, daar was ik wel heel erg tevreden over. Hij heeft ook, de applicator is best wel precies, waardoor je er echt wel goed en precies mee kunt werken. En dat is natuurlijk altijd wel heel erg fijn. Ik ben wel mijn hele hand nu aan het zwart maken. En het idee dat daar natuurlijk nog meer producten overheen moeten, is niet zo heel handig. Dan heb ik een mascara van Kruidvat. Dit is de Max Drama Smoky Eye Mineral Mascara. En dat is deze. In een roze verpakking. Pakking. Heeft zo'n borsteltje. Ik word van dit borsteltje dan wel weer heel erg blij. Ik bracht deze mascara aan en ik zag echt dat mijn wimpers een flinke boost kregen. En dat had ik niet per definitie heel erg verwacht. Ja, je zou dus echt dramatische smoky eye wimpers kunnen creëren met een diep zwarte textuur. Nou, daar hou ik altijd wel van. De formule is doordrenkt met minerale pigmenten. En dat zorgt er dus ook eigenlijk voor dat je een beetje, dat het ook gelijk een beetje verzorgt op je wimpers. Dat vond ik wel heel fijn. Het voelde ook echt heel fijn aan. En ik vond het effect gewoon echt heel erg mooi wat de mascara gaf. Dus daar was ik wel heel blij mee. Ik heb heel veel cartridge, merk ik. Ik heb hier een Volumizing Tint & Glow Lip Balsam van Catrice. Dat is deze. Ja, dit is eigenlijk gewoon zo'n lippenbalsem die dus een kleurtje geeft en ja, tegelijkertijd verzorgt. Dat vind ik altijd wel heel fijn. Hij zou je lippen ook wat voller maken. Er zit een mentholgeurtje aan. Ik merkte niet dat ik hele volle lippen kreeg, maar ik vond het resultaat wel heel erg mooi. Ik merkte ook echt wel dat mijn lippen gewoon wat verzorgder werden. Vooral deze tijd, als je zo'n droge lippen hebt, maar het wel leuk vindt om wat op je lippen te dragen, vind ik dit soort producten echt ideaal, omdat je gewoon een getinte lippenbalsem op hebt. De kleur is niet super intens op de swatch, maar je kunt hem natuurlijk opbouwen, waardoor de kleur wat intenser wordt. Hij zit hier, hij is dus nu een beetje lichtroze, maar hij kan dus wat intenser worden bij hoe meer je aandekt. Maar ik vond het gewoon vooral heel fijn dat hij gewoon lekker mijn lippen ook verzorgde en dat ik een leuk kleurtje had. Dus dat vond ik echt ideaal. Dus dat is deze. Ik probeer een beetje variatie aan te brengen, omdat zoals ik al zei, ik echt heel veel cartridge heb. Ik heb hier een Need No More Prime Color & Finish Powder Foundation. Long Lasting van het Kruidvatmerk. Ik heb deze in de kleur 012 Seafair Blush. Het is eigenlijk een 3-in-1 textuur, dit product. Hij geeft een perfecte dekking. Je kunt hem dus gebruiken als primer, foundation en als fixeerpoeder. Voor een egale, matte finish die lang houdt. Er zitten verzorgende druivenolie in. Druivenpitolie zit erin en het is ideaal voor onderweg om mee te nemen. Hij is dus vegan. Ik heb hem gebruikt als echt poeder, fixeerpoeder, want als primer heb ik toch wel heel veel primers die ik gewoon dan liever transparant aanbreng. Foundation, ja, ik hou toch wel van een beetje dekking. Maar ik heb hem dus gebruikt als fixeerpoeder, daarvoor vond ik hem heel fijn. Ik weet dus niet hoe die als primer of als foundation is, maar als fixeerpoeder vond ik hem echt wel heel fijn. De kleur was ook perfect.
Ik heb hem hier geswatcht, maar je ziet hem bijna niet. Omdat hij gewoon heel goed bij mijn huid aansloot. Dus ik heb eigenlijk vooral de ervaring als de fixeerpoeder. En daarvoor vond ik hem heel fijn. Ik weet niet, misschien hebben andere mensen hem al wel gebruikt als primer of als foundation. Ik kan me ook voorstellen als je liever geen foundation gebruikt die je moet opsmeren omdat je het gevoel hebt dat je hele huid dichtsmeert, dat zo'n product ook heel fijn kon zijn. Maar ik vond hem als fixeerpoeder dus echt heel fijn. Dan heb ik, ja, de Aqua Ink Lip Liner Ultra Long Lasting van Catrice. Dit zijn dus lipliners die heel lang blijven zitten. Ze zijn dus semi-permanent, dus je kunt ze wel afhalen natuurlijk. Voor een precisiecontour en full lips. Er zit aloe, patanol en vitamine E in. En dat ruik je ook wel. Ik heb hem in de kleur 100 Spicy Papaya. En 080 I Feel Inspired Today. Nou, ze zien er zo uit. Ik heb ze al een keer. Ik heb eerder al een keer twee andere kleuren getest. Die vond ik wel heel fijn. Ze hebben een beetje een soort ronde applicator. Waardoor het aanbrengen best wel soms wat moeilijker gaat. Omdat je gewoon echt merkt dat je heel precies moet werken. Dit is trouwens een van de kleuren. Hij is lekker donker. Ik heb zowel gebruikt voor onlijnen als voor het inkleuren van mijn lippen. Ik moet zeggen, het bleef echt heel goed zitten. Het zag er mooi uit. Het is echt eventjes dat je bij die randjes heel precies moet werken door de ronde applicator. Maar ik moet zeggen, ik vond het echt wel heel erg mooi. En het bleef gewoon echt de hele tijd zitten. Ik zal de andere ook nog even swatchen. Die is dan meer roze. Maar ik vond echt twee hele fijne producten waar je gewoon prima ook je lippen mee kunt omlijnen. En ze werden dus niet droog omdat er verzorgende extracten in zitten. En dat vind ik wel heel fijn, want soms maakt een product je lippen zo droog dat je denkt van nou, dat is het gewoon niet. Kijk, ik probeer ze nou ook van mijn hand af te krijgen, maar je ziet dat het niet eens heel goed lukt. Ik zal even heel goed wrijven, anders hebben we zometeen een probleem met de andere producten natuurlijk. Dan heb ik nog een limited editie van Catrice waar ik niet te lang bij stil zal staan. Daar heb ik een uitgebreide video over opgenomen. Dat is de Pearl Glaze collectie. Ik heb hier allereerst het oogschaduw en blush paletten. Die ziet er dus super mooi uit. Er zitten dus vier kleuren oogschaduw in. En dus een blush. Ik zal ze nog wel even swatchen voor de mensen die dat leuk vinden. De oogschaduw moet een beetje opgebouwd worden. Het is niet dat die meteen heel intens is. Dus die heeft even wat opbouwing nodig. Maar de blush die was meteen heel erg aanwezig. Dit, zo ziet het eruit overigens. Dus dat vond ik wel heel fijn. En ik dacht eerst van nou, die oogschaduw wordt waarschijnlijk niet zo heel veel. Maar uiteindelijk was hij echt toch wel heel erg mooi. En ja, bij opbouwen werd hij toch wel heel, ja, heel duidelijk. Dus daarom vond ik hem toch wel heel erg mooi. En de verpakking ziet er natuurlijk prachtig uit. Dat is die. En dan heb ik ook twee lipsticks. Dat zijn deze. Dit zijn dus glanzende lipsticks. Ik heb dus een paarse kleur met hele mooie glitters erin. Ik zal ze ook nog even swatchen. En hele leuke kleurtjes zijn dit. En ja, hele leuke lipsticks. En dus een hele mooie roze. Die ik er even naast zal doen. Goh, dit is wel een drama. Had ik die lipliners maar als laatste gedaan. Dan ziet dit er zo uit. Maar je moet dit even wegdenken. Dus dit zijn dan de lipsticks. Ik ga weer eventjes heel goed wrijven. In de hoop dat ik het er echt helemaal goed af krijg. Maar ik ben er een beetje bang voor, jongens. Het is echt heel intens. Maar het was dus echt een hele mooie collectie waar ik heel erg blij van werd. Dan heb ik nog twee lipliners. Deze zijn van Essence. En dit zijn de Stay 8 Hour lipliners. Deze zijn waterproof en hebben dus ook een puntenslijpertje. Dit zijn zachte lipliners voor een precieze contouring. Ze zijn dus waterproof en geven dus niet af. Ze zouden dus 8 uur blijven zitten. Nou, inderdaad, als je de achterkant openmaakt, kijk, dan trek je hem eraf. Dan komt er een puntenslijpertje tevoorschijn. Daarmee kun je het potlood dus weer scherper slijpen. Dat is natuurlijk altijd wel handig. Ik heb hem in de kleur. Ik heb hier allereerst 04 Naïef. Dan heb ik de kleur 08 Passionate. Zo zien ze er dus uit.
En dan kun je hem gewoon omhoog draaien. Kun je hem dan. Dan is dit het puntje. Die kun je dus bijslijpen. Kijk, dit is dan de swatch. Je kunt hier je lippen gewoon mee omlijnen, maar ook wel heel mooi inkleuren. Ze voelen ook echt heel fijn aan op de lippen. Ik zal ook de andere kleur er eventjes naast houden. Ze brengen ook heel makkelijk aan. Ze zijn echt heel smooth. Dat is echt heel lekker. Kijk, dit is dan de swatch. Zo zien ze eruit. Ze zijn echt goed intens. Dus echt hele, hele mooie kleuren. Ook weer twee hele fijne lipliners die ik met echt heel veel plezier zal gaan gebruiken. Dan ben ik toe aan het laatste product en dat is wederom van Catrice. En dit is een oogschaduwpalette. Dit is de Nude Matte Collection Eyeshadow Palette. En deze is dus ook vrij van microplastic deeltjes. Hij ziet er zo uit. Deze heeft dus zo'n highlight en base gedeelte erin zitten. De naam is 010 Glorious Rose. Er zitten 9 incredible soft long lasting matte en metallic shades in. Dus dat is wat de achterkant zegt. Hij ziet er zo uit. Ja, ik vond hem zelf echt heel mooi. Ik zal even een paar kleuren opnemen. Het is niet dat de kleuren heel bijzonder zijn. Want we zien deze kleuren best wel vaak terugkomen in paletten. Dus het is niet een palette met hele bijzondere kleuren. Maar ik vond ze echt wel heel erg goed. Ze zijn heel intens. En dat ben ik ook wel gewend van deze paletten. Want ik heb er al heel veel van geprobeerd. De kleuren zijn heel intens. Ze zijn mooi te blenden. Mooi op te bouwen. Dus wat dat betreft vond ik het echt wel een heel erg mooi palet. Waar je best wel een paar hele leuke looks mee kan maken. Vooral omdat je nude kleuren hebt. Maar ook echt een paar donkere kleuren. Het is dus een combinatie van matte kleuren en shiny kleuren. Dus ik vond dit oogschaduwpalet ook echt wel heel erg fijn. Dan waren dit al mijn favoriete producten van november. Ik ben er weer heel blij mee. Ik kan ze lekker in mijn tas gaan stoppen en weer gewoon gaan gebruiken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij een van deze producten hebt geprobeerd. Of dat jij er misschien net zo enthousiast over bent als ik. Of dat jij zegt, nou, ik vind het helemaal niks. Misschien ben je naar aanleiding van deze video ook wel benieuwd geworden naar een van deze producten om zelf eens te proberen. Dat zou ik ook leuk vinden om te horen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!